meer mensen kijken, is het wordt nog gezellig. Moet je niet even oproepen, Timo? Dat je doet ik heb het al, ik heb het al omgeroepen, dus... Meer mensen een aantal. Er zijn ook mensen bezig met aansluiten. Hè? Ja, dit is, iedereen is natuurlijk nog druk bezig met het doden. Zo, we gaan maar zachtjes beginnen. Heren, welkom op de ROX 2022. Allereerst, ik wil even het mensen van de organisatie bedanken voor al het harde werk wat is gedaan. U weet allemaal, in 2021-2020 konden we helaas geen fysieke ROX houden. Maar dit jaar kunnen we weer. De RVA heeft daarom ook extra budget beschikbaar gesteld om er gewoon een leuke dag voor u van te maken. Dus we gaan met de eerste presentatie beginnen. Ik probeer alle presentaties op te nemen voor de mensen die er niet bij aanwezig kunnen zijn. Vandaar de zooi. Alleen uiteraard ben ik wat vergeten mee te nemen voor het statief. Ik ga het hebben over... NTP op de Electron. En dan gaan we maar eens even beginnen. Als de computer ons mee wil werken. Ik heb de presentatie in het Engels gedaan, alleen ik zal niet in het Engels geven. Maar u bent ook een beetje genie pick voor de Engelse groep. Nou, wat is waarom eigenlijk NTP? Roland heeft een hele mooie wifi kaart gemaakt met software. Dat is Roland. Roland zal straks na mij een presentatie houden over wifi op 8-bit machines. Dus van harte aanbevolen al. En ik ga me meer bezighouden met wat kan ik ermee doen. Nou, Roland heeft software geschreven voor die NTP-kaart. En daar zit ook een mooi commando bij, date en time. En dan haalt dat netjes van de server van Roland op. En dat is een webpage containing date en time. Maar ja. Het HTTP-protocol is nogal omvangrijk. Dus je gaat al heel veel bytes meesturen die eigenlijk helemaal geen informatie over datum en tijd bevatten. Het tweede probleem wat ik eigenlijk heb, is je hebt de server van Roland nodig om de datum en tijd te pakken te krijgen. En daar ben ik helemaal niet zo blij mee. Ik maak liever gebruik van een standaard, dat is NTP, Network Time Protocol. En dat is maar 48 bytes, dus ik ga veel minder data binnenhalen. En het is een standaard protocol, ik kan elke server voortaan aanspreken die NTP gebruikt. Nou, wat is eigenlijk NTP? NTP staat voor Network Time Protocol. Het is een binair protocol, en omdat het binair is, is het heel erg compact. Er zit heel weinig overhead in. Als je bijvoorbeeld XML hebt, in XML staat een tag. En dan heb je de data die het eigenlijk wil oversturen. En dan heb je een closing tag. Nou, dus die tags is eigenlijk wel overhead die je mee moet sturen. Het is wel begrijpelijk ook voor een mens eventueel wat er staat. Maar ja, als ik alleen maar tijd wil oversturen, ja, dan waarom zou ik al die overhead hebben? Het is goed gedefinieerd. Er zijn standaarden voor. Ik heb alleen maar de oude standaard geïmplementeerd. Niet NTP 4, versie 4. Want er is een klein probleempje in de huidige NTP timestep. Ik weet niet of u het kunt zien. Dit is 32 bits voor de seconde en voor de fractie is het 32 seconden. En dan krijgen we een probleem dadelijk verderop. Nou, het staat er net niet in. Dus we gaan dadelijk, want in 2038 of 2037 krijg je de rol over. Dus dan heb je een ander millennium probleem, maar dan door de tijd. Daarom hebben ze gezegd van, nou, we gaan dadelijk naar 64 bit voor de secondes en 64 bit voor de fractie. Nou, met de fractie kun je ongeveer de looptijd aangeven die een proton of een elektron maakt om om zijn atoomkern. En die 64 bit is meer dan voldoende tot het einde van het universum, zo'n beetje. Nou, hoe heb ik dat eigenlijk gedaan? Nou, er was iemand en die heeft het algoritme opgeschreven hoe je van seconde naar een datum en tijd kunt komen. Alleen dat is natuurlijk in C, dus ik ben maar in Visual Studio begonnen met plain C. En dan ben ik maar gewoon eens gaan converteren eerst in BBC Basic. Om te kijken van, krijg ik dezelfde antwoorden als uit de C-code? En toen ben ik heel voorzichtig begonnen om al die Basic-code om te zetten in 6502 assembly.
Ik had één klein probleempje in de code die hier staat. Deze is namelijk op een Unix time gebaseerd. Een Unix time begint in 1970 te tellen, terwijl NTP in 1900 begint te tellen. Vraag mij niet waarom, dan moet je echt met mensen gaan praten die daarop gepromoveerd zijn. Nou, wat moeten we dan allemaal gaan doen in Assembly? Want je kunt niet meer gebruik maken van BBC Basic. Je moet een subroutine maken voor 32-bits additie, 32-bits aftrekken, 32-bits vermenigvuldigen en 32-bits delen. Dus de code, de data die je binnenkrijgt is wel teruggebracht naar 48 bytes. Maar de code die je nodig hebt om het te decoderen is redelijk wat groter geworden dan in de code van Roland. Maar misschien dat Roland er straks zelf ook nog wat over kan vertellen. In de Electron, ik hoef niks te vertellen, is memory toch wel een beetje schaars. Dus je moet ook nog kijken van hoe krijg ik dat erin gekremd. En ik ben donderdag nog bezig geweest om heel veel scrap gewoon op de wifi kaart van Roland zelf te gaan zetten. Zodat ik daar niet meer het geheugen van de Electron voor gebruik. En ik ben erachter gekomen dat als je calls doet naar het besturingssysteem, dat er een paar interessante features in zitten. Ik dacht van, ik maak nu gewoon gebruik van de OS bytes calls. Ik zette gewoon, dat is de offset in de memory gebied. Maar dat werkt dus niet zo. Maar ik vertel u daar graag wat over als u straks even langs loopt op de landelijke dag. Nou, wat is er nog te doen? De code werkt. Kom straks even langs als ik de wifi aan het praten heb. Ik ben bezig met memory usage om tot zoveel mogelijk op de wifi kaart te plaatsen. Ja, dan komt natuurlijk als het helemaal klaar is van... Dan moet ik Roland heel vriendelijk gaan aankijken of hij dat misschien in zijn code wil opnemen. En er was ook nog een verzoek op een forum van NTP geeft de tijd in UTC. Survey werkt altijd met UTC, dat is gewoon een standaard tijd waar je ook ter wereld zit. Maar als je in Nederland zit, is het plus 2 uur op de UTC. Als je in Engeland zit, zit het op plus 1 UTC. Dus je moet in de software dadelijk wel kunnen aangeven in welke tijdzone ze zitten, zodat je voortaan op de Electron de correcte datum en tijd hebt. Ja, en dan verderop moet ik er toch nog een keer aan om NTP versie 4 te gaan ondersteunen. En dat is 64-bit support, dus dan moeten al die algoritmes nog even de subtraction, de division en moet even naar 64-bits worden uitgebreid. Dus ik heb nog wat te doen. Waarschijnlijk komt het klaar als de Bluetooth tech klaar is. Tot 2038 zo'n beetje. Dit was de presentatie. Ik hou hem expres een beetje kort. Omdat ik, we lopen inmiddels een beetje achter. En dan kan Roland op tijd beginnen met zijn presentatie dadelijk. Dus ik zou zeggen, kom straks gewoon even langs. Als je nog vragen en opmerkingen hebt. En dan heb ik ook de wifi werkend. Dan kan ik het ook demonstreren. Timo, ik heb een opmerking. Ja, dat mag. Is de zomertijd gewone tijdschakelaar? Die zit volgens mij niet in dat NTP-protocol. Dat moet je gewoon zelf. Nee, zelf wel opmerken. Dus die moet je er nog bij zetten. Oké, nee, ik hoor net een software change request. Dus we zullen het gewoon even meenemen. Is dat niet in UTC dan? Nee. UTC gaat echt uit van de standaard tijd. En die houdt geen rekening met zomer en wintertijd. Het is helemaal leuk als ik aan boord zit voor bijvoorbeeld grote projecten. Dan hebben we het wel eens dat we met het schip over de tijdzones heen gaan. Nou, dat is echt lachen, gieren, brullen in de logboeken. Want die zijn meestal in lokale tijd. En dan heb je plotseling een jump van een uur. De kapitein aan boord bepaalt wat de tijdzone is. En dan moet je de logboeken daarop aanpassen. Nou, dat geeft echt hele leuke situaties. Vandaar dat wij van de serverafdeling gewoon alles in UTC loggen. Dan hebben we dat probleem namelijk niet. Dus dat is een beetje de achtergrond ervan. Nog meer hele dringende vragen? Ja, meneer Verhoeven. Welke commando's heb je dan? Of heb je dan ook date en star time? Dat is wel de bedoeling. Maar ja, dat moet ik natuurlijk even met de codehouder gaan praten hoe hij dat in gedachten heeft. Of dat we misschien twee nieuwe commando's end time of end date. Ik weet het niet, dat moet nog blijken.
Of misschien dat we gewoon een zelf software uitbrengen, zodat je dat in de App Store kunt downloaden. De Elk Store. Nog meer prangende vragen. Dan ga ik heel even op het programma kijken hoe laat het volgende blok is, want dat heb ik niet in mijn hoofd zitten. Elk uur, hè? Nou, dan zijn we eigenlijk net op tijd klaar. Want volgens mij had ik een half uur vanaf 10 tot 10:30. Dus dan ben ik toch nog op tijd klaar. Dank voor uw aandacht. En ik zie u graag dadelijk even bij de tafel.